Hé hey jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Hoi Mari, wat leuk dat we bij jou binnen mogen kijken. Leuk hè? Hoe lang woon je hier al? Ik denk dat ik hier nu zo'n 2,5 jaar woon. Woon je hier alleen? Helemaal alleen in dit paleisje, ja. Hoe zou jij jouw interieurstijl in één woord omschrijven? Ik denk dat dit wel onder de noemer eclectisch valt, vind je? Als je met iemand een beschuitje zou eten, waar zou je dat dan doen? Ik vind het een heel leuk plekje, maar eerst een glasje water. Zelf koken of bestellen? Nou, bestellen. Welk gerecht is jouw favoriet? Ik ben dol op Thais. Ik woon boven een Thai, dus is regelmatig hier. Nu we het toch over eten hebben, liever een worstenbroodje of een bossenbol? Absoluut een bossenbol. Wat is je favoriete drankje? Smaroot. Lekker, met bubbels. Met bubbels, ja. Patatje met of zonder? Een patatje met heel veel mayonaise, curry en uitjes. Wat is je favoriete plek in huis? Mijn favoriete plekje is hiervoor, bij mij. Mijn favoriete plekje is hier. Sporten of bankhangen? Sporten. Amsterdam of Den Bosch? Amsterdam. Wat is jouw favoriete film? Bohemian Rhapsody. Wie is jouw stijlicoon? Raf Simons. Als je alleen op een eiland was, wat zou je dan absoluut bij je willen hebben? Mijn factor 30. Huismus of party animal? Ik ben wel een beetje een huismus geworden. Haar of make-up? Haar. Wat is je favoriete scheldwoord? Kut. Welk land heb jij voor het laatst bezocht? Mijn laatste land was Israël, Tel Aviv. Wat is jouw favoriete beautyproduct? Mijn favoriete beautyproduct is... van Obagi, de factor 30. Engel of bengel? Nou, kom maar met deze bengel naar het plekje wat ik jullie nog zal laten zien. Kom maar naar mijn plekje. Waar kun je je 's nachts voor wakker maken? Nou, voor een beschuitje. Als jouw leven een song was, wat is dan de titel? It must be all about love. Ochtend of avondmens? Ochtendmens. Wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen? Dat ga ik je zo laten zien. Ik ben benieuwd. Hoe ontspan jij op je best? Ik ontspan me op mijn favoriete plekje in het huis. En dan een Netflixje. Wat staat er vandaag nog op je planning? Afspraak met mijn management en verder helemaal niks. Alle tijd is voor jullie. Oké, dankjewel. Dan laten we je nu verder genieten van de dag. Oh ja, ik zal je nog wat laten zien. Mijn mooiste cadeau of herinnering is van mijn ouders. Na regen komt zonneschijn. Het komt namelijk altijd goed. Dit bewaar ik in mijn hart, maar ook in mijn huis. Erg leuk dat we bij je binnen mochten kijken. Fijne dag nog. Dank je. Nou, fijn dat jullie er waren. Tot ziens.